Goedemiddag. Op de Olympische Spelen in Tokio bezorgt marathonloper Bashir Abdi ons nog een 7e medaille. De bosbranden in Griekenland zijn nog lang niet onder controle. Vooral op het eiland Evia is de toestand precair. En het zijn drukke tijden voor priesters. Door corona worden nu veel doopsels en huwelijken ingehaald. Op de allerlaatste dag van de Olympische Spelen heeft België nog een 7e medaille behaald. En wat voor een? Brons op de marathon. Bashir Abdi heeft voor die stunt gezorgd. Kijk, en die Nagy die doet maar teken. Kom, we gaan nu, we gaan nu. Bashir sprinten, sprinten, Nagy en Bashir, we hebben een medaille. En Bashir Abdi pakt brons op de Olympische marathon. Met aandoenlijke steun van zijn Nederlandse zilveren collega Abdi Nagy komt Bashir Abdi als derde over de streep. Voor ons land is het de eerste marathonmedaille sinds 45 jaar. Ik heb er heel lang voor gewerkt. En ja, opgeven was geen optie. Blijven vechten en dan meeste dat haalbaar was vandaag, was derde plaats en daar ben ik enorm blij mee. En voor de goud komen we terug voor andere keer. En op dit ogenblik is de slotceremonie aan de gang van de Olympische Spelen. Dit zijn live beelden daarvan. In Japan is de avond alweer gevallen. En u ziet er de Japanse vlag het stadion binnengedragen worden. Tokio 2020 loopt hier ten einde. En België sluit de Spelen af met 7 medailles en evenveel vierde plaatsen. Goud was er voor de turnster Nina Derwaal, de hockeymannen en Navid Jam in de zevenkamp. Zilver voor wielrenner Wout van Aert. En we hadden ook nog 3 keer brons voor judoka Matthias Kassen, de jumpingploeg. En vandaag kwam daar dus nog Bashir Abdi in de marathon bij. Het waren trouwens voor ons land de meest succesvolle naoorlogse Spelen. En zometeen na dit journaal is er Studio Tokio. Daarin nog veel meer over de bronzen medaille voor Bashir en een round-up van de Spelen. En ook veel beeld en aandacht voor de slotceremonie die nu pas is begonnen. De VRT heeft gisteren beslist dat Sportza-journalist Eddy de Marès voorlopig geen commentaar meer mag geven bij sportwedstrijden. De Marès had zich bijzonder ongepast uitgelaten over de vrouwenbasketbalploeg met denigrerende opmerkingen over hun geaardheid en hun uiterlijk. De Belgian Cats zijn gisteren trouwens teruggekomen uit Tokio. De Marès heeft intussen excuses aangeboden. Zijn woorden waren niet bedoeld om uit te zenden, maar niettemin respectloos. De VRT-directie heeft in een statement laten weten dat hieraan zwaar wordt getild. Dit gaat volledig in tegen het positieve beleid dat de VRT wil voeren. De VRT gaat nu in gesprek met Eddy en in die tussentijd zal hij geen programma's meer van commentaar voorzien. Zulke uitspraken kunnen niet getolereerd worden. In Griekenland strijden honderden brandweerlui in verschillende regio's tegelijk tegen de alles verwoestende bosbranden. Alleen ten noorden van Athene lijken die nu min of meer onder controle. Maar daar zijn intussen wel tientallen huizen en enorme stukken bos vernield. En de toestand blijft er kritiek. Maar vooral in het noorden van het eiland Evia blijft de situatie rampzalig. Duizenden mensen zijn er hun huis en het eiland ontvlucht, terwijl het vuur er in alle hevigheid blijft branden en er hele dorpen verwoest worden. En voor ons is in Evia Stijn Verkruijsen. We zien je daar staan. Dit beeld op zich zegt al heel veel over de situatie. Maar vertel eens, hoe is de toestand daar waar jij nu bent? Wat je achter mij ziet is een van de grote branden die op dit moment aan het branden is hier op Evia. We waren daar net 2 kilometer deze richting uitgegaan en we zijn daar moeten vertrekken omdat de vlammen onze richting uitkwamen. Dat wil zeggen in de richting van het dorp hier waar ik sta. Ik sta hier op het strand. Ik denk dat de vlammen nog 1 à 2 kilometer van hier verwijderd zijn. En de wind, zoals je kan zien aan mijn haren misschien, de wind blaast echt
deze richting, de richting van het strand uit. Dus. En wat we zien is dat toch mondjesmaat mensen hier naar het strand beginnen komen. Er staat ook een veerboot klaar om, als het nodig is, de mensen hier te evacueren en naar het Griekse vasteland te brengen. Maar het zijn dus bange uren die ze hier aan het doormaken zijn. Er zijn al tientallen dorpen ontruimd, tientallen dorpen in de as gelegd. Meer dan 1000 mensen zijn al geëvacueerd van het eiland. Je kan de situatie gerust dramatisch noemen hier. Waar we het nog niet over gehad hebben, Stijn, is de oorzaak van de branden. Zijn die aangestoken of niet? Ja, de meeste branden zijn wellicht aangestoken. Het onderzoek daarnaar is nu bezig. Er zijn vandaag ook 3 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting, 2 opzettelijke brandstichting. Maar zo is het eigenlijk bij de meeste bosbranden. De meeste bosbranden zijn op een of andere manier aangestoken. Maar wat je hier ziet is natuurlijk het effect van de klimaatverandering. Die langdurige droogte, die aanhoudende hitte die ervoor gezorgd heeft dat die branden zo fel zijn kunnen uitbreiden. En dan komt daar eigenlijk nog bovenop dat de brandweer in Griekenland wellicht niet klaar is voor dergelijke rampen, voor dergelijke bosbranden. De brandweerploeg zelf is een zeer verouderde ploeg. De meeste brandweermannen zijn ouder dan 45 jaar. Die hebben natuurlijk pakken ervaring en zijn zeer nuttig. Maar het ontbreekt aan vele jonge brandweermannen om die fitheid, om die branden te bestrijden. En wat je ook ziet, is dat het materieel heel erg verouderd is. De grote merendeel van de brandweerwagens zijn ouder dan 10 of 20 jaar zelfs. En dat speelt hen toch ook parten. We hebben dat hier duidelijk gehoord op het eiland Evia, dat de mensen het gevoel hadden in de steek gelaten te zijn. Omdat ze denken dat het meeste materieel is ingezet ten noorden van Athene, omdat dat economisch veel belangrijker is en dat er te weinig materieel voorhanden was om hen hier op het eiland te helpen. Dat blijkt ook duidelijk uit de reportage die we gisteravond, vannacht en deze ochtend hebben gemaakt. Dan gaan we eens kijken. Stijn. Centrum van het eiland Evia kijken de inwoners van Prokopi van op een hoogte bang toe hoe de bergen rondom hun dorp in brand staan. Ennoite para poli anisko. Ine diskoli vradia apopse. Γιατί άκουσα τους δημάρχους, τον αντιπεριφερειάρχη και όλη τη συζήτηση που είχαν στο χωριό Δαφνούσα πιο κάτω. De inwoners in de buurt hier kregen de raad om hun huizen te verlaten, maar vele dorpelingen zijn gebleven. It's the biggest one we had in years. Like decades even. Mm-hmm. But it's very close now, eh? Maybe 2 hours away. It's because of the wind pushes it the other direction. Otherwise it would be here in maybe 10, 20 minutes. Dit zijn bewoners van de huizen in de omgeving hier. En daarboven is de brand op enkele tientallen meters. Is wellicht dichterbij aan het komen. En die mannen staan allemaal klaar met stokken, met takken om het vuur kapot te slaan eigenlijk. Of te blussen met hun takken. Samen met de brandweer. By chopping the sticks in the fire, the oxygen is, you know, and we will extinguish fire as much as we can. Μας έχουν παρατημένους όλους. Υπάρχουν 3 πυροσβεστικά για να βλέπουν τον κόσμο ότι κάτι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα. Θα κάτσουμε να πολεμήσουμε τις κλάρες. Λες και μας το 80. Het wordt een 5e moeilijke nacht op rij voor de inwoners van Evia. Als we vanmorgen naar het noorden van het eiland rijden, zien we totale verwoesting. Zo goed als alle bomen en tientallen dorpen zijn afgebrand. What you see, it was all green. All green. Trees, thousands of years of age. But now all ashes and black. And now the fire go to the sea. The residents help. Nobody help from the fire station, from the government, nothing. Nothing. Only us. With our bare hands, with everything we had, no one helps us. This is the result. Massale bosbranden blijven ook Siberië teisteren. In het noordoosten van de regio zijn er bijna 100 branden actief. Brandweer en vrijwilligers komen handen en materiaal tekort. Al een aantal jaar op een rij worden recordtemperaturen opgemeten in Siberië. Voor veel wetenschappers is dat ook een gevolg van de klimaatverandering. Die Siberische branden zijn niet alleen lokaal een ecologische ramp. Ze zijn nefast voor de hele wereld wegens het vrijkomen van veel CO2.
En in Afghanistan rukken de Taliban verder op ten koste van de regeringstroepen. Strijders van de extremistische beweging hebben nu ook in de stad Kunduz in het noordoosten van het land belangrijke overheidsgebouwen veroverd. Vrijdag al namen de Taliban de controle over van Zaranj, een provinciehoofdstad in het zuiden. De opmars van de Taliban in Afghanistan is al een hele tijd bezig, aangewakkerd door de beslissing van de Amerikanen om hun militaire missie in het land eind deze maand stop te zetten. In en rond Kunduz wordt al enkele dagen slag geleverd tussen de Taliban en regeringstroepen. Dat de Taliban nu grote delen van de belangrijke stad in handen hebben, toont aan dat de groepering momenteel erg sterk staat. Sinds mei winnen ze aan terrein, eerst op het platteland, maar sinds enkele dagen veroveren ze ook steden. Duizenden inwoners zijn intussen op de vlucht. Enkele families hebben hun toevlucht gezocht in een schoolgebouw, hier in de stad Azadabad. Inwoners vluchten weg van de bombardementen die het leger uitvoert op stellingen van de Taliban. Hier in het zuiden van het land werd daarbij onder meer een school geraakt. Maar ze ontvluchten vooral ook de extremistische Taliban zelf. Sommigen hebben hun onderkomen gezocht in de hoofdstad Kabul. Bij de moeggetergde bevolking klinkt roep naar vrede steeds luider. Daar is het in Afghanistan. De Nineveh is het zelf in de hele tijd. Het is niet 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 de hele tijd. Het is de dwaro tarfo څخه د مابین څخه زی هغه بل اخر افغانان دی او د خاوري خلک دی. Het zijn drukke dagen voor priesters. Door de coronamaatregelen zijn veel doopsels, huwelijken en uitvaarten uitgesteld. En nu er weer wat meer mag, komen die allemaal in een korte periode samen. In sommige gemeenten staan er wel 5 keer zoveel doopsels op het programma dan anders. In de basiliek van Scherpenheuvel zijn er 3 vandaag. Pastoor Luc van Heels trekt nog snel zijn albe aan, want buiten staan de eerste families al te wachten. Het komt omdat we dus uit lockdowns in meer fout komen. Hè. Dus er moet wat ingehaald worden. Hè. Mensen hebben afgesproken. En dat was dan vastgelegd, maar dan verstrengde het terug. En op den duur, ja, als je dat 2 keer meemaakt, dan stelt men verder uit. De basiliek had het voor corona ook al druk. Toen waren er zo'n 100 doopsels per jaar. Al stribbelen de kinderen zelf af en toe wel wat tegen. Papa mee? Ja, ik stel al in de... Ja. Ik doop in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Nu mag er toch al 15 man binnen. Om daarvoor... Ja. Nee, ging nu, dat gewoon, ja, nu mag je alleen. Nu kunnen we een feestje in de tuin geven. Ja, ja, maar hier, hè? Ja, hier was het vroeger al enkel meter beter. En zelfs in de tweede lockdown ging het zelfs, mocht het zelfs niet. Kom binnen. Na 20 minuten zijn de volgende al aan de beurt. Camille kiest er zelf voor om gedoopt te worden. Camille, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Ik denk dat wij oorspronkelijk hadden gehoopt van in maart te kunnen dopen, omdat zij de eerste communie binnenkort gaat doen. Maar met dat de eerste communie uitgesteld is, hebben wij ook het doopsel moeten uitstellen tot nu. Dus in augustus wordt ze gedoopt en in september zal de eerste communie doen. Druk dus voor de pastoors, maar zo heeft priester Luc dat het liefst. Ik ben geen priester geworden om op zondags niks te doen, integendeel. En er zit ook iets schoon in. Wij hebben ons in de lockdown gevoeld als herders zonder schapen. En als ze dan terugkomen, dan zijn we alleen maar blij. En dan ook nog even dit. Ook in Dierenpark Peridaisa is het vandaag feest. Geen doopsel daar, maar wel een verjaardag. De 2 jongste panda's, een tweeling, viert zijn 2e verjaardag. Binnenkort zullen ze weggehaald worden bij moeder om aan hun eigen leven te beginnen. Wanneer mama, zoon en dochter vandaag buiten komen, staat er een groot ontbijtbuffet te wachten, want er valt wat te vieren. De tweeling wordt 2 en in de pandawereld is dat iets speciaals.
2 jaar is een bijzondere verjaardag, omdat in de meeste dierentuinen panda's vertrekken op de leeftijd van 2 jaar terug naar China. Wij hebben een akkoord met China dat panda's hier blijven tot de leeftijd van 4 jaar. Maar voor de meeste dierentuinen is de leeftijd van 2 jaar de laatste verjaardag. En het is ook zeker de laatste verjaardag bij de moeder, want we komen heel dicht bij de speenleeftijd nu. Voor wie de draad is kwijtgeraakt in onze panda-dynastie, even recapituleren. Vader Xinghui en moeder Hao Hao verhuisden 7 jaar geleden van China naar Peridaisa. 2 jaar later kregen ze hun eerste zoon Tian Bao. 2 jaar geleden kwamen daar de tweeling Bao Di en Bao Mei bij. Die laatste twee zullen binnenkort verhuizen naar een ander deel van het park en dat moment wordt zorgvuldig gekozen. First, the babies need a very good eat bamboo. And also, mother, the behavior is a little bit pushy, so I want to do the single lady. So mother can talk to me, and also baby want to, I don't want mother always control me, I want to free. So this moment is the best moment. Het heel erg belangrijk is als we de pandababies weghalen bij de moeder, is dat ze elkaar niet meer zien en niet meer ruiken en niet meer horen. Als één van die drie niet voldaan is, dan gaan ze eigenlijk heel erg zenuwachtig zijn en willen ze terug naar hun jongen gaan zoeken. Dus het verblijf waar dat zij naartoe zullen gaan, ligt aan de andere kant van de dierentuin. Dat lot overkwam hun broer Tian Bao eerder al. Hij woont apart en moest eigenlijk vorig jaar al terug naar China. Maar door corona is dat uitgesteld. We hebben nu de gesprekken ook opgestart met onze Chinese collega's om Tian Bao terug te brengen, want er is toch wel heel wat logistiek bij dat daarbij komt kijken. Maar op het einde van het jaar zullen we Tian Bao terug naar zijn thuisland vliegen eigenlijk. Mooie Nobelprijs van Clouseau. En veel andere van hun hits werden gisteravond luidkeels meegezongen op de Lokerse feesten. Het was lang geleden dat Clouseau nog eens kon optreden voor een groot publiek. Voor de artiesten en voor het publiek een moment waar ze lang naar hadden uitgekeken. En de regen die kon de sfeer niet verpesten. We zijn blij dat we toch een keer terug kunnen buiten komen met de vrienden en een leuk concertje meepikken. Jammer van de regen natuurlijk, maar ja, dan nemen we er maar bij. Het is echt leuk om hier te zijn en het is gezellig onder de paraplu, dus we maken er het beste van. Ik sta in de binnen en kan er niet omheen. Ze hebben er lang op moeten wachten. Na 1,5 jaar corona doet het zichtbaar deugd om nog eens op een festivalweide te staan. En dat is voelbaar tot op het podium. Je voelt toch echt dat mensen ook blij zijn om terug naar buiten te kunnen komen. En wauw, wat een ontlading. En ook bij mij. Dat je naar een concert kunt gaan. Ja. Bij ons ook. Het is echt ook een reminder van hoe graag we dat eigenlijk wel doen. Welkom in het land van Sventipold. Welkom in het aardsparadijs. Een festival in coronatijden, daar horen nog steeds maatregelen bij. Tafels en stoelen, dansen in bubbels. Een beetje anders, maar het heeft blijkbaar ook voordelen. Dat was super tof. Hè? Ik kan eens van het podium gaan en ik kan eens tussen de tafels door en zo lopen. Er is plaats. Anders doe je dat niet. Ik heb ook gezegd dat op een bepaald moment begint iedereen te dansen. Enfin, op meerdere momenten, maar zo, man, profiteer ervan. Je hebt nu plaats daarvoor. Neem je mee naar warme oorden op een eindeloze reis. De Lokerse feesten is nog maar het begin voor Clouseau. Ook de rest van de zomer en in het najaar staan er nog heel wat concerten gepland. We hebben onze tournee 2 keer moeten uitstellen en die gaan we nu eindelijk kunnen doen. Dus we zijn tot 30 november bezig. We gaan de schade inhalen hoor. Zover is het duidelijk. Maar gisteren alvast dus een feestje op de Lokerse feesten. Zometeen de laatste Studio Tokio, althans na het middagjournaal. Vooral in het teken van de slotceremonie die nu aan de gang is. In het algemene nieuws stonden de bosbranden in Griekenland centraal. Vooral het eiland Evia wordt nu zwaar getroffen. Dank voor het kijken en aangename zondag nog. Dit zijn bewoners van de huizen in de omgeving hier. En daarboven is de brand op enkele tientallen meters. Is wellicht dichterbij aan het komen. En die mannen staan allemaal klaar met stokken, met takken om het vuur kapot te slaan eigenlijk, of te blussen met hun takken. What you say, it was all green. All green. Trees, thousands of years of age. But now all ashes and black. And now the fire go to the sea.
Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.